Evet. Nereye gelmeliyim? Nou, de kutste taak van allemaal hebben we alweer gedaan. Ik vind het wel heel toevallig dat Babushka net even snel klaar is, maar ik vertrouw dit niet. Laat me met rust. Ah. Ja, even Ilse, die is weg. Ja. Oh, was gezellig. Welcome back. Ilse. Disconnected. Ik heb... Oh, fun. Oh. Ik heb Luc gevonden bij die download die zeiden die vorige ronde aan het doen was. Ja. Oh, ah, weapons. Ja. En ik zag daar volgens mij een rood poppetje naar beneden. En ik was daar zo'n blaadje aan het doen. En ja. Ik... Want ik ben van rechts onder gekomen. Oh nee, rood. Nee, rood. Ja, ik wou net zeggen, rood poppetje. Ik zag Nee, ik dacht je hoor. Was net bij Electrical. Twijfel ik of ik Aaron naar beneden had zien lopen. Ik denk eerder. Ik zou dan eerder Aaron denken, want ik zat met Sander en Shirin in Electrical. Oh, ja, voor je oortjes, sorry. Ik was even aan Ik wou net zeggen, wat? Met Electrical met een paar. Volgens mij zat Jelinda inderdaad wel bij. Dus. Ja, dat was het jullie. Babushka, mag ik één ding vragen? Ik zag iets roods naar beneden. Ja, mooie oortjes. Toen jij Electrical inkwam, hè, stond Steve toen al helemaal links? Ja. Oké, want dat had ik niet gezien, want jij stond daar bovenop en opeens kwam daar iemand vandaan lopen. Ik dacht van, waar komt hij nou vandaan? Nee, oké, dat weet ik wel. Die stond eerst. Nee, oké, duidelijk. It was me. Wat zijn jullie allemaal te stemmen? Ja. De rode oortjes. Nee, Shailene mij. Nee, stond in Electrical net. Dat was een trigger, waarom gaat Whiskey of Celine ineens weer die twist, weet je wel? Wat is dit? Ik vind dit best verdacht. Ik liep onderin. Iedereen staat nou op mij. Ik bedoel, het is duidelijk aan. Nee, ik snap dat niet meer. Waar wordt dit op gebaseerd? Wat zeg ik dan? Op chaos. Ja, echt hè? Waar is de redenatie? Ja, jij hebt je niet verdedigd. Dat is denk ik het probleem. Niet verdedigd! Ik liep gewoon onderin! Aan weer. Het is Sander. Ik heb het gezien. Even kijken, Saskia vermoord in de gang van Security en Reactor. En toen ging hij recht voor mijn neus, ging hij venten. Dat is nice. Dus dat ik ga op Sander. Sander, ik ja, dat is waar. Hier kan ik niks tegen doen. Nee. Ik kan het altijd proberen zeggen van nee, dat klopt niet. Ja. Ah, nee. Maar we ook last van hebben dat gehoord. Ja. Ja. Echt niks. Kijk maar. Nee, misschien is het toch de rode hoortjes. Ja, toch wel. Ja. Aaron, toen ik je aan loopt, dacht ik, ja, dit is het al gewoon. Nou, ben je ook een poepkleur. Ik ben whatever jij wil dat ik ben. Nice. Een poepkleur dus. Ja, ik doe mijn naam eer aan, hè. Pas bij je karakter. Ah, dus ja. Oh my god, dat duurt even. Zo, valt hij nu al? Jee, miné. Goedemorgen. Zit je weer aan de wijn, of? Hey, nog niks. Nog niks? Sorry. Ja, 3 graden waar die lang. Electrical. No shit.
Tum. Ik was er echt net naartoe aan het lopen. Ja. Ik moet zeggen, toen die reactor afging, ik was mijn keycard aan het doen. En toen wou ik er naartoe lopen. En toen kwam Sander vanuit de andere richting lopen. Ja, ja, die liep erheen en toen liep hij opeens weer de andere kant op. Ja. Ik heb maar waar zag je hem, Saskia? Zo bij storage zag ik hem zo richting electrical lopen en toen zag je, denk ik, mij weet ik veel, en toen liep hij weer terug de andere kant op. Nee. Nou, laten we hem zichzelf verdedigen. Ik zag Babushka, of nee, ik zag eerst inderdaad Geel. Die zag ik lopen, dus ik liep naar reactor en toen zag ik ook Babushka. Dus toen dacht ik, oh, dat zijn twee, genoeg voor de reactor, dan ga ik lekker mijn taskies doen. Maar wacht, waar zag je die twee vandaan komen? Allebei uit Nef- Games. Ja. Uit mijn hoofd. Dus hun kunnen het ook niet gedaan hebben. Nee, Saskia, die liepen bijna hand in hand. Ja, dat klopt. Ja, ging heel mooi. Ik kan niet 100% voor Babushka coveren, omdat ik die dus ook wapen zag. Ja, Celine, toen zag ik Celine weer. Ik heb heel lang met Babushka eerst in O2 gestaan en daarna kwam Saskia en die heeft het stokje overgenomen van mij. Ja. En toen kwam ik ze later weer tegen. Dus ook, ja, Celine, die kwam, volgens mij kwam je uit admin, geloof ik. Ja, ik wou net admin inlopen toen al. Ja, skip? Ja. Ja, ik heb skip gedaan. Ik vind het wel moeilijker hoor, met zoveel mensen. Ja, heel veel mensen moeten zich Van Milan. Wat doen we zoveel mensen? Wie heeft er op mij gestemd? Dat heeft een verdette. Nee, ik denk het. Ik vind dat lastig met zoveel mensen. Die reactor is wel heel erg goed volgens mij, zeg. Of niet dan? Ik was echt bij de twee engines. Mm-hmm. En toen ging reactor af, dus ik liep erin. En toen stond Sponge bij de Simon 6 opdracht, zeg maar. Oh. Oké. Okay. En ik denk dat ze er al even heeft gelegen, want ik was er dus best wel lang. Ja, nadat en iedereen ik heb niemand gaan. Gezien, dus yeah. Dat vind ik best raar, dat ik... Niemand langs heb zien. Ja, dan moet hij. Er zijn fans. Ja. Upper en lower. Denk ik me ook net. Nou, ik durf wel eens te zeggen dat in de Babushka en Chillin het niet zijn. Ja. Ik denk dat ik had het juist een beetje bij Luc dat hij het niet is. Maar dat heb ik gebaseerd op. Ja, ik heb eigenlijk Babushka, Chillin en Luc dat ik die niet verdenk. Ja. Misschien best wel veel, maar. Milan, dus Aron en Super Sander. Ja, die, en daar zijn er dus nog twee van. Ja, shit. Maar ja, maar ik heb, weet je, ik heb niemand gezien. Nee, we hebben helemaal dus, geen... Oh, shit, zijn we door. ik kan niks toevoegen aan de discussie. Dus daar staan we op, ja. Het lijkt sommige van ons echt heel big brain aan het spelen zijn. Aron, ja, of het weet je zelf in 1 seconde. Ja, hallo, ik was Aron, ik stond in electrical voor een lang deel van de tijd. En, maar dat stond je helemaal niet. De deur zat dicht. Hallo, en, maar dat zat je helemaal niet. Toen was ik ineens dood. Was dat deze ronde? Want wij waren naar electrical. Ja. 8. Ja, daarvoor. Maar... Daarvoor, is... oké. Okay. Ja. Oh, wow. Hé, hey, waarom dan weer op mij? Ik denk niet dat het Milan is, jongens. Ja. Die werd zo net ook al gestemd. Dus ik denk niet dat hij het is.
Wie wat waar? Waar? Jammer. Nou, het is dus niet Aaron. Het was... Oh, oh nee. Oh nee. Je bent dood! Milan is het denk ik niet, want in de eerste ronde werd Milan... eruit gestemd. Of werd die gestemd? En waarom... Dat is waarschijnlijk van een imposter. Waarom zou een imposter Milan eruit stemmen als hij de imposter is? Ik vond het in ieder geval ook ja, heel raar. Ik denk, misschien was Aaron het wel gewoon. En toen heeft er eentje nog gedacht van dan stemmen we op iemand anders. Want dan... Maar Aaron is... Oh nee, we hebben Aaron natuurlijk eruit gestemd. Oepsie. Ja. Ja. Ik blijf nog steeds bij mijn... Oh, lekker. Jou? Nice. Bij mijn, het enige wat ik bijna corona. Zeker weet die het niet is, is Luc. Ik denk dat Luc het niet is. En verder ja, weet ik niet. Ja, Luc is het sowieso niet. Want ik wou die scan doen. Nee. Dit weet ik 100% zeker. Nee. Want ik wou die scan doen en toen stond er waiting for Luc. Okay. Oh, wat? Oh, lol. Ja, je kan maar één tegelijk. Dan staat er waiting for Luc. Nee, dan is het niet Milan. Jawel, hey, want Sander kan dat niet zien als hij geen imposter is. En ik weet zeker dat Babushka het niet is. En Babushka weet zeker dat ik het niet ben. Maar weet je ook zeker dat je het zelf niet bent? No, never. Nee, maar... Dan toch Milan? Wacht, maar... hoeveel mensen zoveel taken moeten doen, toch? Dat, nee. Of zullen we... Ja, ik weet niet. Gaan we stemmen of niet? Ja. Ja, wie stemmen dan? Ja, Milan. Wat? Niet nu. Wat, waarom slingen? Nee! Ik ben echt door meerdere mensen gewoon het was me bijna gelukt om Celine eruit te krijgen. Ik twijfel altijd, Celine. Alleen, in je eentje is die cooldown opeens fucking lang. Ja, dat heeft Celine en ik uiteindelijk ook echt hand in hand. Ja. Ik, inderdaad, Celine. Het zieke is toch... inderdaad eerst van dat Milan het niet was, maar toen Celine ineens zei van ja, Babushka kan me kofferen en Aaron was er al uit, toen dacht ik, wacht, dan moet het wel Milan zijn. Ja, ja maar dat nee, hoef je niet te alleen, nee, je kan alleen de onderen venten. Ja, maar je hoeft er niet uit. Nee, maar dan kan je ook niet gezien worden door iemand anders. Dus dan komt de vraag van Aaron, waar was jij? Ja, ergens anders, weet ik veel. Ja, dan moet je bluffen. Ja. Easier said than done. Nee. Jezus. Het is volgens mij een electrical. We hebben al begonnen. Ja, electrical. Ik was in electrical. Aaron, je bent dood. Ja. Ik ben een rusteloze geest. Ja. Ik zat op de medscan en ik zag helemaal links onderin opeens een rood... En toen reportte Eels de body, meteen daarna. Oef. Wow, zeg dat nog eens een keer, want mijn brein kan dat niet aan. Iemand op medscan en als je in de buurt van een kamer bent waar iemand wordt vermoord, kan je het bloed zien spatten. Oh. En echt 2 seconden daarna komt er een report. Juicy. Ja, ik liep echt net de electrical in, dus of misschien dat hij gevent heeft. Was er iemand links? Dat gebeurt er allemaal echt heel snel dat achter elkaar. Dat kan Luc bevestigen. Ik was inderdaad de navigation en Milan heb ik daar uit zien lopen vlak dat ik erin ging. Security. Oh. Nee, navigation. Nee, navigation was rechts. Het was toch een rechts. Ik zei net, ik was inderdaad rechts en daar heb Milan er net uit zien lopen toen ik er naar binnen liep, zeg maar. Dus ik cover Milan eigenlijk. Oh, zo. Maar was iemand links? Was iemand bij security? Ja, ik zag Shane volgens mij net bij komen toen ik erin ging, maar ik weet niet welke kant ze op is gegaan. Ik ben, ja, klopt ja. Ik heb je al gezien. Ik ben richting weapons gegaan. Oké. Zelf niet voor? Dat is wat ik ook aangezien het anders zo'n hele snelle vent was. Gaan we daar ook echt voor? Blijkbaar. Chillin en Babushka. Waarom Chillin? Ja, die gaan allemaal richting die display van Milan of zo. Nice, nice. Hoeveel heb je ervoor betaald, Milan? Met Black Friday korting per zo'n ding €40. Oh. Fuck, is al veel. Weet je een andere website waar je ze maar posts kan halen? Nee, eigenlijk niet. Maar dit zijn niet. Deze zijn van metaal, hè? Ja, weet ik. Maar gewoon, ik wil gewoon posters en lijst, zeg maar. Dat is gewoon goedkoper. Nou, opmaken, zeg maar.
Found Steve. Oh. We stonden het allemaal in de reactor. Ja. Ik heb bijna, het liep in de gang. Ik liep naar boven. Ja, ook in die gang. Toen zag ik dat. Luke, wat was jij aan het doen, Luke? Ik was die taak aan het doen. Ik dacht van ja, de rest was het. Luke was zijn zes aan het doen. Maar wie was er niet? Ja, maar hij begon er niet mee toen het alarm afging. Hij begon het daarna te doen. Nee, ik begon er serieus mee voordat het alarm afging. Ja, ik weet niet of Sander er was, maar ik en hem stonden heel bang in electrical aangezien de deuren dicht gingen. Oh. Nou, ik was zo bang voor jou, echt. Ja, en ik dacht van als jij nog gewoon inderdaad lekker aan de andere kant van de electrical gaat staan. Maar waar had je de body gevonden, Celine? Die download staan, weet je wel. Die waren dit waren die dingen aan het doen, maar ik was begonnen met Simon 6, ging het alarm af. Dus oké, hebben jullie iemand van Low Engine aanzien komen? Even één tegelijk, wat zijn die twee dingen tegelijk? Heeft iemand iemand voorbij door storage, langs electrical, door Low Engine zien lopen of zo? Ja, nee, ik kwam van electrical langs Lower Engine. Ik kwam via boven. Engine, en toen ben ik naar boven gelopen. Dus niet in de gang van electrical, daar was ik niet. Maar waar had je hem precies gevonden? Helemaal rechts onderin namelijk. Oké, maar dan ben je niet bij de reactor lopen. Geweest. Dan ben je nee, dan niet... ik was een upload aan het doen. Ik denk, ik ga niet elke keer mijn upload afbreken voor de reactor. Maar en toen ben jij dan niet de enige rechts... geweest die niet daar was? Ja, maar toen heb ik een rondje gelopen. Want ik denk, dan ligt hij waarschijnlijk helemaal rechts misschien. Omdat hij de reactor heeft laten afgaan. En dan was zo dan ook weten of iemand er links onderin en vandaar dus komen lopen. Ik zag niemand achter mij lopen. Ja, ik heb ook niemand gezien daar. Ik denk als iemand zegt, ik kom daar van onder. Nee, jongen! Ik heb een checkerhondje gelopen. Je bent er nog niet uit, hè? We waren ook Je bent altijd zus. Ik ben altijd zus. Dat is wel waar. En zus. Milan. Ja? Saskia lag net de route waar jij vandaan kwam. Waar? Boven Weapons. En jij kwam net die rechterkant vandaan. Ik kwam uit Koms lopen. Daar heb ik die upload gedaan. Net in Koms. Om even te checken. Ja, dat weet ik. Maar ik zag jou toch in de scheiding van storage. Ik zag jij niet uit Koms komen. Ik zag je uit de hallway komen. En daar lag Saskia een paar meter verderop. Maar dat heb je helemaal niet kunnen zien, want ik kwam jou pas in storage tegen, zeg maar. Maar hoe weet je allemaal waar het boy lag? Omdat zij die kant op liep en als zij zegt van, ik kom daar tegen. Ik weet wel dat Milan in Koms was. Ja, ik was ook in Koms. Ik zag jou alleen door de hallway lopen en ik was er lang storage uit. Ik was al storage uit. Wel, ik kwam jou echt tegen op... Misschien is dat de ping, hoor. Maar ik kwam je echt tegen op die scheiding van storage naar die hal, zeg maar. Ik kwam jou tegen op de scheiding van Koms naar de hal. En ik ging even in Koms om te kijken of daar iemand lag. Ja, maar heb je hem toch niet gevonden? Want daar kwam ik vandaan. Daar lag niks. Boven Weapons. Ja, maar daar ben ik nog niet geweest. Ik heb hem vandaan zien komen. Nee. Maar Milan is wel echt in Koms geweest. Ik wou net zeggen. Hoe lang geleden? Ik heb wires gedaan. Zijn ook aan het koffer of zo? En toen heb ik nog... Ik ga eerst van Milan. Ja, maar Sander is het sowieso niet, want ik ben heel vaak met Sander geweest. Die was gewoon taak aan het want ik stond op die upload en toen dacht ik nog, daar sta ik weer boven op Jaylen. Dat stond met de wires ook. Alleen ze heeft me niet gekilled, dus ik vertrouw Jaylen. 4, 3, waarom wordt het niet rood? 2, 1. Oh, dat was heel raar. Ah, godverdomme. Zo. Doei Milan. Het is over, hoor. Ik zag hem niet uit Koms lopen. Hij kwam uit de hallway en ik zie meteen veel lichaam. Daar kwam het ook helemaal niet vandaan. Maar ik kwam jou wel echt pas tegen in stores. Dus ik dacht, ik kan makkelijk zeggen dat ik uit Koms kom. Ja, maar nee. Ja, en je wist natuurlijk dat ik jou gezien had. Ja, dus ik dacht van easy, maar nee.